Ik verkies jullie maar, ik vind het prima, pak mij niet. Ja, deze wil zou heel lang kijken, de film van Dylan Hagens. Oh, wacht. Ik zeg. Dus dat is wel leuk, ik heb deze trui aan. Die hadden we getijdheid. Maar dit is gewoon weer heel anders. En echt, ik heb zo gelachen erbij. Ik vind het zo, zo komisch. Ik vind het echt een tip. Oh, wat hebben wij gelachen. Echt, deze keer zat ik er ook. Oh, zat ik er echt schandalig veel naast. Wauw, een eenhoorn in kleurboek. Goedemorgen, nog wel. Het is zondag. En we zijn een beetje lui. Nou, dat valt eigenlijk wel mee, maar niet echt productief. Sarah en ik zijn al heel de ochtend aan het Mario Karten. Yay! Ik heb me aangekleed en ik zat te twijfelen of ik me op ging maken. Maar ik besloot het lekker even niet te doen en me uit. Even rust te gunnen. Thuis echt. Ik heb allemaal van die plekjes. Ja, een beetje jammer. Wilden jullie nog film kijken? Ja. Ja? Gaan we een filmpje kijken? Het lijkt net of we de hele dag niks doen, maar ik heb net wel allemaal dingetjes gedaan. Die vloer hier echt. Echt al zo vaak de stofzuiger gedweld. En dan is die droog en dan zie ik weer witte dingetjes. Maar goed, dat gaat zich nog wel oplossen. Kijken jullie mee dan? Welke film? Doen we er één uit de lijst? Dat zijn allemaal films die we natuurlijk al... Ik weet welke we gaan kijken. Welke? Oh. Dag afstandsbediening. Kom eens hier, klein monster. Ik heb hem nog klaargezet. Ik ben een Minnie Mouse bijna. Ja, dat lijkt je wel een beetje op ze. Nou, ik ben benieuwd welke film je dan wilde gaan kiezen. Nog niet op een niet zeggen. Nee, ik doe de vlog nog niet weg. Ben jij aan het kijken? Oké, apart. Even kijken. Wel iets wat voor ons allemaal leuk is, hè? Oh. Daar ben ik heel nieuwsgierig. Het is een serie, schat. Het is geen film. En je bent al twee die ik dacht die konden het zijn voorbij. Dit was mijn derde optie. Dan moet je aan papa vragen. Ik verkies jullie maar. Ik vind het prima. Pak maar niet. Ja, deze wil zou heel lang kijken. De film van Dylan Hagens. Oh, wacht. Ik zeg de film van Dylan Hagens. Maar weet je hoe die film heet? Dylan Hagens. De film van Dylan Hagens. Ja. Maar dat wist ik niet. Ik bedoelde echt de film van Dylan Hagens. En zo heet hij ook. Wat gaat die doen? Ik kijk nog heel even verder. Ik kan snel zien, hè? Heel snel. Wordt er duizelig van. Maar dat is op zich, die film die je net had, dat is wel leuk. Dat zijn voor ons ook nog wel grappige films om mee te kijken. Sommige zijn echt verschrikkelijk voor ons om mee te kijken en sommige zijn wel leuk. Deze is ook leuk. Nee, dat vindt papa niet leuk, dus. Kijk dan. Ja, je liet net al zien. Maar waarom wil je in godsnaam daar rijden? Dit is off-road dingen gewoon. We gaan gewoon kijken of het lukt met die auto om naar beneden te rijden. Dat doen ze toch wel eens vaker, door dat soort off-road is. Ja, natuurlijk weet ik wat off-road is. Als we op vakantie zijn, gaan we ook nog wel vaak off-road wegjes kijken waar mama, we uitkomen. Kijk, Bulbasaur, Squirtle, Pikachu. We hebben trouwens een Curaçao ook gehad dat we ergens met de auto reden. Dat we nog half vast zaten en dat we bang waren om daar... Charizard, Bonita. Kijk, Sarah, het is de kunst om heel voorzichtig naar beneden te komen zonder te vallen. Sarah, die gaat het niet worden. Maar papa, vind jij dit wel leuk, Pokémon? Sarah, zoek nou iets op wat ik weet dat we alle drie leuk vinden. Er staan genoeg opties in de lijst. Want jij vooral zet er heel veel in en soms zitten we samen ook nog in. Dus twee heeft papa nog gezien. Nee, maar die heb ik wel al gezien. Dus dan kijk je maar een keer zonder mij. Ik
vind het wel leuk als we iets kijken om iets te kijken wat ik nog niet heb gezien. Of echt heel, heel lang niet meer. Die hebben we ook pas gekeken. Oh, je hebt ook die Jingle Jangle. Die is denk ik ook wel heel leuk. Jingle Jangle, die had je van de week erin gezet. Kijk, dat was de eerste. Nee, ik weet al eentje. En je bent nu alweer de 3 keer rondgegaan. Ja, Hotel Transylvania hadden we er ook mee in. Toch, Dylan Hagens? Al dat werk, al die rondes door de lijst om weer dezelfde film te kiezen. Papa, dit is Dylan Hagens. Dus dat is wel leuk. Ik heb deze trui aan. Die hadden we getijdheid. Alleen hij was helemaal roze geworden. En roze is niet echt mijn kleur. Dus sla ik heel geel uit. Mijn Sarah wilde heel graag dat ik hem een keer droeg. Dus ik denk, ik doe hem aan. En ik kom beneden en Sarah zegt, mama, vind je trui echt niet staan? Ik denk, ja, dat vond ik dus ook al, want het is roze. Kijk maar hoe geel ik lijk. Zo, op beeld zie je het helemaal hoor. Dat ik heel, heel geel word ervan. Geel zo. Ja, echt. Maar moet je kijken. Je wordt geel zo, mama. Je wordt helemaal geel zo. Dus, ik vind het heel leuk, maar deze ga ik niet nog een keer aandoen. En we gaan nog wel een keer een trui tie-dyen. En dan, ja, wat hier fout was gegaan, dat die zo roze is, dat niet doen. Bij jou was het wel leuk. Want bij jou waren die shirtjes daardoor wel heel leuk geworden. Jij hebt niet zo'n gele huid als ik, Sarah. Oh, Sarah is zo blij met de cadeautjes van Sinterklaas. Ik heb er al één helemaal getekend en in de schoen gedaan. Kijk, laat film de schoen maar. Ik zal het doen. En nee, ben je deze aan het kleuren? Het is allemaal unicorn kleurplaten, hè? Superleuk. En Sarah heeft de schoen al klaargezet voor vanavond. Met een tekening, ja. Mama, ga je ook je schoen neerzetten? Oh, en ik zie nu dat weer mijn vloer daar elke keer als het nat is, denk ik, trips is weg. Maar dat is het niet. Welk liedje ga je doen? Weet het echt niet. Nee, papa. Welke dan? Zie, ginds komt de stoomboot. Ja, die. Hoor wie klopt daar, kinderen? Ook nou, ga je hem maar zingen. Hoor wie klopt daar, kinderen? Hoor wie klopt daar, kinderen? Hoor wie tikt daar zachtjes tegen het raam? Het is een vreemdeling zeker, die verdwaald is zeker. Zijn ogen lijken. Vrouw is vragen naar zijn naam. Sint-Nicolaas, breng ons vanavond een bezoek. En strooi dan wat lekkers in de een of andere hoek. Koekoek! Wij gaan weer opnieuw kijken op tv, want we kunnen niet verder met Married at First Sight nu. Want die gaat morgen pas weer verder. Dus we gaan nu I Can See Your Voice kijken. En we hebben gisteren eigenlijk al een stuk van gekeken. En het is echt heel leuk. En ik hou normaal ook niet van talentshows of zo. Nee, laat ik het zo zeggen. Ik vind talentshows, vond ik wel heel grappig, maar ik ben een beetje talentshow moe. Maar dit is gewoon weer heel anders. En echt, ik heb zo gelachen erbij. Ik vind het zo, zo komisch. Ik vind het echt een tip. Dus als je het niet hebt gezien, I Can See Your Voice. Het is echt leuk. Oh, wat hebben wij gelachen. Echt, deze keer zat ik er ook. Oh, zat ik er echt schandalig veel naast. Ik had er wel een paar goed. Maar echt, het is gewoon te grappig, dit programma. Marco is al naar boven gegaan. Die moet een stuk vroeger op dan ik. Ik was een stuk vroeger. Zo'n wekker gaat een uurtje eerder. Dus ik heb nog even de laatste dingetjes hier afgemaakt. En nu de laatste dingen opruimen. En even alles dichtdraaien. De kamer is helemaal opgeruimd. Dus ik ga lekker mijn bed in en op tijd. Het is nog voor 12. Dus ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik hieronder even op abonneren. Dan zie ik je morgen weer.